Goeiedag. Ja, we kunnen opnieuw terugkijken op een lekkere zomerdag met aangename temperaturen. Ja, de foto hier achter mij die is genomen bij de Rotte. Beetje eind van de ochtend, dan zie je ook al wat eerste stapelwolkjes ontstaan. Ja, beste kijkers, in zo'n noordwestelijke stroming heb je altijd ten westen van Rotterdam de meeste zonuren gedurende de hele dag. Ja, aan zee is dan gewoon stralend zonnig. Maar meer naar het oosten toe zal je dan altijd zien dat er meer en meer stapelwolken ontstaan. Nou, ik ga u meenemen naar vannacht en dan zijn die stapelwolken natuurlijk al lang verdwenen. Dan is het helder met alleen een beetje sluierbewolking. Temperaturen zo 9 à 10 graden. Langs de kust is het dan een graad of 12 en er staat maar weinig wind. Ja, vrijdagochtend om 6:15 dan is het volle maan. En dan kunt u dus zo'n plaatje weer terugzien boven Rotterdam. Jeroen van Zomeren, nou, die maakte van de bijna volle maan de afgelopen nacht al deze fraaie foto. Als we dan gaan kijken naar het weerbeeld voor morgen overdag, de vrijdag, ja, is het opnieuw mooi weer. Maar ik denk wel meer bewolking dan vandaag. De dag begint met heel veel zon, maar in de loop van de dag gaan er meer stapelwolken nog ontstaan dan vandaag. Hier en daar kan het zelfs een beetje bewolkt raken. Het blijft wel droog, 22 graden, aan zee een graad of 20. Daar waait ook een matige noordwestenwind, een windkracht 3. Na zaterdag dan passage van een uitermate zwakke koufront. Later in de middag klaart het weer behoorlijk op vanuit het noordwesten. Kan er misschien een buitje vallen eerst ook. Een temperatuur van 18 graden. Op Vaderdag nog steeds lekker weer. 19 graden met geregeld ruimte voor de zon. Ja, en vanaf maandag hebben we te maken met een koele noordwestelijke stroming. Temperaturen, ja, u ziet het, maandag 17. Dinsdag 19 graden. Een mengelmoes van wolkenvelden, maar ook zonnige momenten. En meestal blijft het erbij ook droog. Nou, ten slotte nog deze foto, vanochtend gemaakt in Rotterdam-West. Er trokken eerst nog wat wolkenvelkjes over de regio. Maakt u ook mooie foto's? U kunt ze altijd insturen naar het bekende e-mailadres. Graag tot de volgende keer.